Ja, of squallen net, maar ik ben meer iets met de hand. Meer iets met de hand, want dat vind ik veel leuker dan mijn pen en schrift. Dus. Er is niks aan. Nee, eigenlijk net. Maar dit vind ik veel leuker. Dus. Nou, ik maak je piepskum letters. En dan ging ik mijn meeste langs de door. En dan verkeep ik ze. En dit is een heel groot project. Want een kennis van u, die had een band, Rock and Sign, en moest ik even wat mooier zien. En die heb ik dan, en die zet ze dan op het podium. Oké. Okay. En dit heeft ze dan verkocht? Ja. Wat krijgt ze voor? Nou, ongeveer 12 euro per letter. Dus dit wie 20 euro. Doe maar, dat werd misselijk toch? Nee, nee. Ja, het verdient wel goed op zich. Dus heeft hij een eigen bijmaatje wat maken? Ja, eigenlijk wel. Maar ik vind het wel leuk om te maken, maar je kent het net horen. En als je het aan verkeert, dan verkeert je er niet wat van. Zo. En wat is dit? Dit is mijn people wine. Is van een echte knutselaar? Ja, eigenlijk wel. En wat wil je dan worden? Timmerman. Ik wil het bedrijf van zijn huid opnemen. Dit is mijn grootste project tot nu toe. Ik hoorde van clowns en toen vond Pipo wel de leukste clown. En ik hoorde wel van bouwen, dus toen dacht ik dan moet ik Pipo wonen. Best. 10 hier. En dan heeft al die dagen een bijbaan en peoplekarren. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dat zit op, hè? Sommige mensen denken wel dat ik 12 of 13 ben, maar dan schrikken ze altijd, ik zei dat ik 10 ben. Ja, het is leuk als er altijd een bezig is. Maar dan kerst ik voetbal. Ja, maar voetbal vind ik helemaal niks van me. Oh. Ik wil maar op mijn bal scoppen en in een doel. Dus maak eens lekker wat. Ja. En Famkes? Die beer eigenlijk, net in het warm. Hé, dat weer. Ja. Nou, dan de man op uit bij de people wonen. Ja, misschien of dan nog iemand zien. Wist ik niet. Goeie. Goeie. Wat ben je honden van? Nou, dat is joh, visje, hè? Wat wat? Ja, het stroomt op bord, joh. Nou, dit wordt. Ik vang wel dit wat, maar het stroomt wat eruit. Vind je het dan net saai? Nee. Ik ga met prutten mijn club, de club te vissen. Nou, dan is het is wel spannend, ja. Onderling even een visje. Ja, maar had je hier zo zitten? Ja, maar dit is een beetje een training, hè. Met hutte stromen, dan moet je weten hoe je dat een liep beetje aanpakken moet. En daar ben ik nog net zo bot in dus. Dus je zit hier maar in doel? Ja. Ja, wel wat. Dan hebben we de buurman. Dan hebben we de buurman. Daar hak ik altijd in de auto te staan. Oké. Wat jong? Hoor, dan mocht je naar staan, hè. Beide kanten verkeer. Geef ook wat. Verkeer gebak. Stien je via de lens. Je wil jou op een foto af. Ja. Ja, die man van Omroep Friesland. Oh. Goeiedag. Goeiedag. Ja, nou, ik moet me net op een foto. Wel net? Nee, hoor. Maar dit is jouw grote hobby? Dit is mijn grootste hobby, nou ja. Ik ga liever een keer de visje naar mijn vakantie. Ja? De vrouw wordt er altijd net bleed mij vanzelf. Nee. Dus af en toe een keer mijn vakantie. Dan is dat ook weer kwijt. En dan gaan we even om langs de wetterkant.
Ja, als ik dan hier naar ben, dan zit ik gewoon eens even zien dat ik mooi water gezocht heb. Ja. Jawel. Maar heb je de hengel dan ook mooi op vakantie? Nee. Vrouw vindt er niks mooi, joh. Qua alleen hadden we nog even naar de Rijnmoezel geweest. Maar dan zit ik even naar de Rijnmoezel wel te zien. Wat mooi water. Je moet wel een keer hen te vissen. Ja. So high, so high, you can't get around. So wide, so wide, you can't get around. So low, so low, you can't get around. God Almighty, what's coming at the door? Well, it is high, so high, you can't get around. It is wide, so wide, you can't get around. So low. Wij zijn hier bezig met de restauratie van een gordijnschildering. Dus deze gordijnschildering die is gevonden door een schildersbedrijf. Die heeft hem schoongemaakt met de krabber. Dat is nog een beetje grof gegaan hier en daar. Dus er zijn wel veel dingen beschadigd. Toen zijn wij er eigenlijk pas bijgehaald. Dus toen hebben we gewoon gekeken van, goh, wat kunnen we hier eigenlijk nog aan redden. Ja. Nou, eigenlijk is het besloten in de samenwerking met de RCA en met het bestuur hier om een periode van na 1903 tevoorschijn te halen. En dat is de blauwe periode. Die je ziet, dat zijn de blauwe gordijnen. En de blauwe kleur die hier nog in zicht is. En je ziet ook nog een andere kleur eronder zitten. Dat is een oudere schildering, die zit nog onder deze. Okay. Maar goed, die gaat dus wel verdwijnen. En dat doen we eigenlijk, dat verdwijnen doen we niet door het helemaal weg te schilderen, maar door hem eigenlijk met hele kleine lijntjes te schilderen. Waardoor je als het ware nog door deze laag heen kijkt tegen de ondergrond aan. En zodat ook over 50 jaar, als je iemand weer bij het gewelf staat, nog makkelijk te zien is wat wij nog gedaan hebben en wat nog origineel werk is. Dus okay. Je probeert natuurlijk zoveel mogelijk van de originele verf te bewaren. Want het is oude verf en overschilder is het weg. Dus we bewaren zoveel mogelijk origineel werk. En we vullen het alleen maar aan door middel van asseringen. Dus het wordt ook niet nieuw, maar het blijft oud. Dat is ook het doel van deze restauratie. Het is conserverend, dus behouden wat er is en zo min mogelijk opnieuw doen. Dat is eigenlijk het doel. Aparte baan, hè, joh? Ja, mooi baan. Ja, ik vind het mooi. Lekker rustig. Ja, nee, prachtig, prachtig werk. Heerlijk. Altijd wel boven je macht, hè? Dus die heb je altijd wel zo te schilderen. Maar joh, dit is een gigantische spierbal? Ja, zeker. Vooral in de duimen van de perceel. Hij valt mee. Okay. You know I stay right there all day. It is high. So high, you can't get over. It is wide. So high, you can't get over. I know it's so low. So low. Dus jullie helpen? We zijn stagiaires en we zijn hier aan het helpen, ja. Om te leren voor onze opleiding. Maar is het wat vol te houden? Ja, dat wel. Jawel. Dus gewoon af en toe even pauzeren en even om je heen kijken. Ja, want hoe is het met de nek? Ja, goed hoor. Oké. S'avonds even een nekmassage. Ja, doet hij dat ook even? Nou? Hij heeft het wel aangeboden, maar daar heb ik wel iemand anders voor. You might as well come and just go.